Kerstmusical Bewonder het Wonder. Voor een kerstviering om nooit te vergeten. Wat een drukte in de herberg. Er is vannacht een kindje geboren. In de stal nog wel. Herbergier Elias weet niet wat hij ermee aan moet. Van alle kanten komen mensen toegestroomd om het wonder te bewonderen. Dit kindje moet wel heel bijzonder zijn. Er stappen drie wijze koningen uit het oosten de herberg binnen. Ze hebben een lange reis gemaakt en zijn een bijzondere ster gevolgd. Ze zien het kindje en weten het zeker. Het is een koningskind. Koningskind? Koningskind? Roepen herders Jefta, Javet en Jetro verbaasd uit. Wel nee! Luister, wijze gasten. Hij ligt wel in een kribbe, hè? Dat is een voerbak voor dieren. Dus dan is dit kindje vast een herder. Ja, toch? Antonius en Julius, twee Romeinse soldaten, kijken argwanend op. Wat heeft deze commotie te betekenen? Wat is er toch zo bijzonder aan dat kindje? Hij is een koning, roepen de wijzen. Herder, het is een herder, roepen de herders. Nee, voegen de schaapjes er platen aan toe. Wat een heisa allemaal. Nee, het is een herder. Koning. Herder. Koning, zeg ik je. Herder. Een belangrijk koning. Herder. Herder. Echt een koning. Een herder. Het is toch een koning, hoor. Ik heb toch een herder, denk ik. Of niet, schaapjes? Koning. Koning. Nou, koning, ik zei het je toch? Gast, check die ster. Het is een koning. Koning, koning, koning. Herder. Koning. Stiekem toch een herder, denk ik. Nee. Deze discussie die houdt nog wel eventjes aan, vrees ik. En het bleef nog lang onrustig in Bethlehem. Ieder moet het horen. Kom, bewonder het wonder van Bethlehem. De redder is geboren. Waar je ook vandaan komt en wie je ook bent, open je hart en maak plaats voor hem. Een herder, koning. Nee. Herder. Koning, koning, koning. Stiekem toch een herder, denk ik. Koning. Herder. Kijk je toch?